voetbal morgen, Jesse? Absoluut, tuurlijk. Daar gaan we voor. Nou Joey, daar staan we dan. De International Finals. Wat denk je ervan? Ja, groots, maar wel leuk. Je bent hier al een paar dagen, je hebt al flink getraind, afgesteld. Hoe gaat het? Tot nu toe al redelijk goed. Ik heb nu de tweede tijd net gereden, dus gaat goed. Zeg Jesse-Jan, de tweede keer hier. Ja. Je bent dit jaar weer uitgevaardigd namens Nederland in de U18. Het gaat voor mij hartstikke goed, een stuk beter dan vorig jaar. Het gaat inderdaad een stuk beter dan vorig jaar. We hebben de hele dag heel hard gewerkt. En we hadden de doelstelling om op bepaalde tijd te halen. En die hebben we in de laatste sessie gehaald. Dus ja, daar zijn we absoluut tevreden over. Nou Claudia, dan staan we naar de International Finals. Daar heb je heel het jaar voor gevochten. Vertel. Ja, het was op zich wel leuk. En we zijn aan het trainen. Het ging net even wat minder, maar nu gaat het weer beter. Het is anders dan in Nederland, hè? Ja, veel anders. Grip is veel anders. Want je hebt voor de bocht heb je eigenlijk heel weinig grip. En dan in de bocht krijg je in één keer heel veel grip. Ja, dus het is precies anders dan dat je bij ons gewend bent. Ja, heel anders. Nou, we gaan het zien. Straks nog een feestje. Ga je ook? Ja, ik ook. Feest vieren hou je wel van. Ja. Zien we elkaar daar. Ja, dat is goed. Bij Erik Poelmans, de grote man van AirpoCart en natuurlijk ook organisator van de Kart for Fun. Maar dat mogen we ook niet vergeten. Nu is dit wel een heel bijzonder evenement. Als je dit nou allemaal zo ziet, hè, zo'n feestje, dit prachtige podium hier, wat denk je dan? Nou, ik vind het wel mooi georganiseerd, moet ik eerlijk zeggen. Dat, we hebben spijtig genoeg niet zo'n strand bij de kartbanen in Nederland. Maar misschien wel eens een gedacht om een keertje te doen. Ja. Misschien moeten we een kartbaan bij het strand aanleggen. Hè? Oostende of zo? Oostende of ergens in Zeeland, je weet maar nooit. Hè? Dat mag ook altijd. Dat kan, hè? Dat weet je nooit. Dat, Maar zo'n feestje, dat maakt wel een sfeer, hè? Heel gezellig, echt. Fantastisch georganiseerd. De wedstrijd zit heel goed in elkaar. Feestje erbij. Kan niet meer op, is heel leuk. Nu is dat die sfeer, dat is ook iets wat bij jullie bij de Kart for Fun heel erg hoog in het vaandel staat. Hè? Misschien nog wel belangrijker dan de competitie. Ja, er is wel competitie in de Kart for Fun, dat wil ik wel even verduidelijken. Maar het is inderdaad de sfeer die daar eigenlijk overheerst. Zeg maar. En dat is een hele goede sfeer, familiale sfeer. Mensen vinden de Kart for Fun heel leuk. En ik moet eerlijk zeggen dat we hier vorig jaar op deze organisatie waren en dat we een paar dingen hebben meegenomen wat betreft organiseren. Dus daar hebben ze in Italië wel kaas van gegeten, moet ik zeggen. Je hebt er iets van geleerd. Dat kan je stellen. We gaan lekker verder feesten. Dankjewel. DJ play that song, I need to get it on.